zijn we mooiste. Met de bal. Oh, oh. Oeh. Oh ja. Eigenlijk is break is goed. Ja. Nog een keer. En is hij open? Oeh, papa gaat open. Nee. Ja. Ja, goed zo. Zie? Ja. Balanceren. Staat? Wij zijn de familievloggers en het is vandaag voor ons eerste paasdag. Dus we zitten aan onze paasbrunch. We hebben vanochtend lekker uitgeslapen en gerelaxed. En inmiddels zijn de kinderen alweer lekker eitjes aan het kleuren. Want we hebben kijk, een hele schaal vol witte eitjes. En die gaan ze mooi versieren. Mooi, heel mooi. Echte paaseitjes. Kijk, Luxy heeft al heel mooi roze gemaakt. Nou, nog een kloddertje blauw erbij. Oeh, Luxy. Kan je dat goed, liefie? En Lucilla ook, weer met tongetje uit de mond. Wat ga jij ervan maken, Sil? Een echte paas. Een paashaasje? Ja. Ja, en we hebben hier ook stickertjes. Ja, stiftjes erbij. Nou, eet smakelijk allemaal. Dank je. God zal ervoor zorgen dat jullie dat altijd kunnen. Want hij heeft dan aan ieder van jullie een bijzondere kracht gegeven die je ten goede moet gebruiken. Dat is mooi, hè? Ja. Altijd bij hand, met je talent. Nou, en mijn mooiste druifje die morgen 32 lentes jong wordt, die kan het toch niet laten. Het 32e eitje te schilderen. Nou, niet het 32e eitje, maar ik vind het wel leuk om er ook een te maken. Heel mooi, zie je? Creatief hoor, creatief. En onze meisjes, ja, die zijn buiten van het kijken met grote paasei. Is de unicorn? Nee, dat duurt al een paar dagen, meisjes. Kijk, Silla draait even het ei een beetje om. Heel goed. Zodat de unicorn goed kan groeien in het grote paasei. Dat de unicorn heel erg. Ja. Het is weer lekker weer vandaag, want kijk eens. Eerste paasdag. Ziet er zo uit. Dat is genieten. Zijn jullie aan het overrollen met de bal? Ja. Oh, Luxy, wat leuk, liefie. Geschetje. Goed zo, dat gaat hartstikke goed. Ja, liefies. Oh, moest je Pip. Oké, doe eerst maar naar... Rol maar naar papa, Luxy. Goed zo. Oké, moes, naar Lucilla. En dan weer naar Luxy. Ga zitten, Lux. As gaat naast Lucilla zitten. As, schatje. Ja. Oh, wat gaat ze doen? As gaat weer bij papa zitten. Op jouw been. Goed zo. Nou naar Lucilla. Of naar Luxy. Goed zo. Ja. 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 Kom maar naar papa. 1, 2. Oh. Dat was de verkeerde kant op. Oh. Oh. Ja. Gaat de bal heen. Oh, papa. Ja, gooi maar weer naar papa. 1, 2. Ga maar naar papa. Goed zo. Goed zo, liefie. Uitslapen. Dat is heel makkelijk. Jongen. Neem jouw cadeau. Oh, nog een lekkere aardbei te bakken. Koppen. Oeh. Terwijl hun nog even lekker in de tuin spelen, ga ik even hier de tafel opruimen. Zo, en even flink de ravotten in de voortuin. Gaan we nu even lekker chillen op de bank. Hè? Wij gaan een grapje uithalen bij papa. Dus wat hebben we nou bedacht? Kijk, dit zijn de eitjes die wij vanochtend hebben gemaakt. Heel mooi. En daar gaan we zo heel erg leuk spelletjes mee spelen. Heel gezellig. Okay. Lekker spelletjes spelen met Pasen. Dat doen we wel vaker. Maar papa gaat ook meedoen. Alleen wat papa niet weet, is dat we niet zomaar spelletjes gaan spelen, maar dat we eigenlijk een prank bij papa uithalen. Wat is een prank? Een grap. Dat noem je grap eigenlijk. Dus prank is gewoon een grap. We hebben hier dus de eitjes en deze eitjes zijn hard gekookt. Heel hard gekookt. Als je die wil pellen, dan doe je toch altijd tikken en dan kun je hem pellen, toch? Ja. Nu gaan we een spelletje spelen. Dat je het ei moet je in de lucht gooien en dan moet je met je hoofd moet je hem open tikken. En dan is papa zo meteen ook aan het beurt. Maar wat papa niet weet, voelen jullie hem al? Ja, hij is heel erg koud. Nee, zacht. Is dat dit eitje is niet gekookt. En wat gebeurt er bij eitjes die niet gekookt zijn? Dan zijn ze reuze zacht en dan zit alles onder. Alleen kijk, nu ziet papa het verschil. Hè? Kijk, want dit eitje dat is niet gekookt en deze zijn helemaal mooi. Yeah. Dus papa ziet, oh die zijn gekookt en deze niet. Dus wat moeten we even doen? Kijk, mama heeft hier iets meegenomen. Met stiftjes. Dan gaan we heel zachtjes, niet te hard drukken. Dan gaan we deze even versieren, zodat papa niet het verschil ziet tussen de gekookte eitjes en dit eitje. En alleen wij weten dat dit eitje niet gekookt is. Dus als we aan papa vragen, papa wil jij ook het proberen? Dan gaat papa deze het licht aan gooien en zo op zijn hoofd. En wat gebeurt er dan? Oké, ja? Ja, kijk. Gaan we hem even vermommen. En dan vermommen we hem even, dat papa niet ziet. En dan moeten we zo meteen wel even iets bedenken dat wij wel zien dat dit het ei is die niet gekookt is. Oh. Wat? Weten we nog wel welk ei, ei rauw was? Nee. Die? Oké, zet er maar even een rood kruisje op of zo. Kan je dat doen? Nee, met het rood. Dan kunnen we het goed zien. Ja? We gaan het gewoon een beetje proberen, ja? Ja. Dan papa ook doen. Oké, nou, gaan we naar beneden. Hè? Kom, gaan jullie mee? Zijn jullie lekker aan het bouwen samen? Mooi! Ja, maar de cirkel. Wat is actie? Zullen wij een leuk spel doen? Nou, zou ik jullie uitleggen? Wij gaan zo meteen allebei ons de beurten een ei op onze hoofd gooien. Want je moet ze altijd wel pellen. Maar wij gaan niet zo pellen. Wij gaan ze in de lucht gooien en proberen op de hoofd te gooien. Of op het gezicht. Ergens gewoon op het gezicht. Als geen pijnlijke plek is. En nou, we gaan het onze beurt doen. En jij gaat er ook een doen. En dat is deze. Oké. Ja. Nou, Lula maar zien. Zou ik eruit zien? Oh, nog een keer. Hop. Nee joh. En is hij open? Ja. En is hij open? Hij is open. Goed man, nou heb jij 1 punt. Ja, dan gaat mama er eentje doen, hè? Mag ik jou nou opeten? Jij mag mij nou opeten. Daar gaat hij, kijk. 1, 2. Oeh. Hé, ik vang hem ook nog. Goed man. Nou, mijn is ook gelukt. Wil je die al pellen? Ja. Dan ben ik benieuwd of papa dat ook kan. Doe omhoog gooien. Maar een trucje. Ja, omhoog en dan... Nee, eigenlijk zo. En dan... Wat mama net ook deed, hè? Dat was een appeltje uitje. Nee, papa, nee. Wist jij het al? Wist jij het al? Ik wil hem tikken, maar... Nee, je moest hem op je hoofd gooien. Luxy, wat is dat? Wat doet papa daar? Het loopt helemaal in mijn polo. Ja. Had jij hem door, vader? Ik had hem niet door, maar ik denk... Jawel, ik zag dat je... Die deed er niet voor niks op. Ik had iets, als ik hem gooi, dan ga je het mis en dan valt ik op de grond. Dus ik laat hem gewoon tikken op mijn hoofd. Ah, ze zeggen dat het wel heel goed is voor je haar. Een haarmasker. Dus als je nu even lekker gaat douchen en dan doe je je haar even ermee, dan heb je straks blinkende haren. En mijn baard? Ja, misschien is het ook wel goed voor je baard. Bedankt voor dit. Zo even een beetje in je baard. Zo. Bedankt voor de haar- en baardmasker op tweede paas. Of eerste paas. Ja, het is nu heel vies. Ja, oh ja, ik verlaat je snel, omdat ik ook onder zit. Zo, nou, dit is het haarmasker van Daniel. Ga ik het hier maar even in masseren. Ga je dat echt doen? Is dat echt goed dan? Nou, ze zeggen dat het goed is. Deze zeggen dat het goed is voor je haar. Ik weet niet of het helemaal waar is. Tegen je grijze haren. Kijk, hij heeft er nogal wat. Dat is heel. Oh, dat voelt wel heel vies. Voelt het vies of lekker? Nee, niet echt lekker. Nou, meteen even onder de douche. Nu we papa voor het lapje hebben gehouden, is het tijd om wat leuke paasspelletjes te doen. Het is voor ons vandaag Pasen. Maar je kunt ook gewoon de andere soort dingetjes gebruiken om ook deze spelletjes te doen. Wat je nodig hebt, is in ieder geval 2 verschillende kleuren balletjes. Wij hebben paaseitjes. Jij wil natuurlijk roze en jij wil rood. En die leggen we even op een schaal. Leg maar op de schaal, jij joh. En wat je nog nodig hebt zijn bakjes. En ik heb 2 verschillende soorten bakjes. Grote en kleine. Goed zo. En nou is de bedoeling dat jullie het niet gaan opzoeken. Want dan kan je er niet meer mee spelen. Maar wat we nu gaan doen, is jullie gaan paaseitjes in de bakjes gooien. En ieder bakje heeft punten. En we gaan kijken hoeveel paaseitjes jullie in de bakjes kunnen gooien. Maar we gaan wel even naar buiten toe. Goed? Oké. Heeft papa weer schone kleren aan? Ja, ik ga er was even draaien. Je hebt volgens mij nog ei in je haar. Dus ik zie de achterkant nog ei zitten. Ja, het zit als gel. Ja, maar je ziet het zitten. Ik zie gewoon eidooier in je haar. Ja. Hierachter. Ja? Ja. Dan ga ik wel een beetje staan. En dan was draaien. Kom jongens, we gaan naar buiten. We gaan het spelletje spelen. Meisjes die zitten er al klaar voor. We hebben ook een bakje voor Luxy. Met iets wat grotere. Maar die is ondertussen alweer aan het eten. Ja, Luan heeft alle bakjes neergezet. Jullie mogen gewoon gooien totdat de eitjes op zijn. Die schaaltjes zijn 5 punten en die schaaltjes zijn 10 punten. Goed? Goed zo, Luxy. Goed zo, Luxy. Goed zo. Jo, ze gaan eruit. Je moet zachter gooien. Oh, Luxy. Oh, Luxy, kom ze. Goed zo, Luxy. 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 Volgens mij gaat Luxy nog het beste. Goed zo. Nou, er liggen er al heel wat in, Lux. Kijk. Goed zo, meisje. Ja. Bijna. Oeh, bijna, Lux. Luxy, wat goed voor jou! Ja! Goed zo! Yes! Goed zo, Luxy! Goed zo, en jullie gooien alles in dat bakje. Goed zo, meisje! Oh, Luxy, wat slim! Luxy denkt, ik doe het gewoon zo. Kom op. Ja. Ja, Lucilla komt steeds een stapje dichterbij. Maar goed, het is zo erg ver weg volgens mij. Ze hadden wat dichterbij gekund. Goed zo, Luxy. Ga je nog een keertje doen? Luxy gaat het nog een keer doen. Nou, ze heel weinig al met de eitjes. Dan kunnen we gaan tellen wie er heeft gewonnen. Oh, je moet gooien, Boefie. Je moet gooien. Vanaf daar, op de tegels blijven staan. Goed zo, Luxy. Lucilla, je bent een boefie jij. Nou, volgens mij is dit een beetje te ver weg gezet. Want alle eitjes liggen boven het gas verspreid. Zullen we het nog een keertje doen, jongens? Maar dan een bakje iets dichterbij. Klaar voor de staart. Af. Goed zo. Goed zo, liefie. Oh, liefie. Oeh, concentreer je, jongens. Niet op het gas. Ah, ik krijg een knuffel. Goed zo, Luxie. Oeh, bijna. 16 punten. Goed zo. Een knuffel. Ja, goed zo, liefie. Ja. Dit was 10 punten, hè? Of 5? Nee, dit was... Ja, 10 punten. 10 punten. Lucilla heeft hier 3 van, dus dat is 30. Luxie heeft overal de eitjes uitgehaald, maar volgens mij hebben ze het een beetje een gelijke stand gespeeld, jongens. Goed gedaan. We zijn aan een volgend spelletje beland. En Luan heeft hier in het voortuintje een hele route uitgezet met pionnetjes. Ja, liefie. Kijk wat ik kan. Goed zo. Stuitenballen. Ben je er klaar voor, Luan? Je mag hem niet laten vallen. En je hebt 2 levens. Dus je mag 2 keer laten vallen en anders ben je echt af. Dan moet je overnieuw beginnen. Nee, 2 keer. Anders is het te makkelijk. Ja? Ja. Klaar voor de start. Af. En daar gaat hij. Op de fiets van Luxie. Over het hinkelpad. Ja, dat wordt wat. Hoe ga je hinkelen met een ei in je mond? Mm. 1. 2. Ah, hij viel. Oké, 1 leven. Misschien moet je gewoon heel zachtjes heen en weer met je voeten. Niet springen. Gewoon een beetje hupsen. Ja, goed zo. Goed zo. Het ziet er heel mooi uit nu al. Goed zo, ja. En dan, oh, nummer 2. Je hebt geen levens meer, jongen. Nou moet je hem echt in je mond houden. Of in ieder geval het ei op het lepeltje houden. Goed zo, over de glijbaan. Ja, netjes. En dan hier naar boven. Ga maar glijden, Luxie. Nee. Oh nee, je moet overnieuw beginnen. Lu? Oh, boefies. Ze hebben daar gewoon een nepbeest in de brievenbus gedaan. Nee, bij onze lieve buurvrouw. Boef zijn jullie ook. Echt. Klaar voor de staart. En af. En daar gaat ze op de scooter. Race ze naar het eerste. Kom op, je hebt maar 3 levens. Het eerste pad. En nu moet ze hinkelen. Echt zo. Rustig hinkelen. Heel rustig hinkelen. Je mag hem niet aanraken. Rustig, goed zo, Sil. Dit ging... Oeh, je kijkt naar beneden. Nee, Luxie. Heel voorzichtig. Luxie, tuut. Naar beneden kijken, Sil. Je moet niet naar beneden kijken, want als je naar beneden kijkt, valt hij eraf. Goed zo. Dit gaat heel goed, Lucilla. Ik reken het helemaal goed. Ja, dan gaan we over de glijbaan. De kleine glijbaan. En daarna de grote. Zo, schatje. Ja, reuze goed zo. Echt zo je een beetje balanceren. Niet aanraken met de handen. Goed zo. 1, 2. Oh! Dat was je eerste leven. Heel goed, Sil. Kom maar, doe maar weer gewoon. Je was hartstikke ver, maar je hebt er nog eentje. Oh nee, er zijn 3, hè? Oh ja. Nou, volgende. Over de glijbaan. De grote glijbaan. Heel goed. Keurig, Lucilla. Probeer niet naar beneden te kijken, want dan valt hij eraf. 1, 2. Oh! Oh, erboven kijken. Goed zo, Lucilla. Goed zo. Ja, dan moet je over de stoeltjes lopen. Over de stoeltjes. Je kan het, Lucilla. Je bent al zo ver. Goed zo. Nu kijken. Oh, ja. Oh, ja. Heel goed. Ja, en nou slalommen door de pionnetjes heen. Slalommen door de pionnetjes heen. Goed zo. Oh. Dit was 2. Je moet slalommen door de pionnetjes heen. Oké, Sil, je hebt nog 1 leven. Dat kan je. Het laatste stukje kan je. Goed zo. Die kant. Ja. Goed zo. Ja. Gaat goed. Die kant. Ja. Daar, ja. Oh, en nu hier. Kan je over de bank heen? Ja, nu het lastigste gedeelte. Over de bank heen. Oeh, dat wordt allemaal moeilijk opgave. Oh, hij is gevallen. Jammer, Lucilla. Je was er bijna. Dat was heel erg ver. Je was heel ver. Nog een keer. Nu Luan weer. Oké, klaar voor de staart. Af. Moeilijkste gedeelte over de bank. Ja, heel goed. Nou, jongen, keurig. Dit gaat hem gewoon worden. Ik voel het gewoon. Dit wordt hem, jongen. Ja, bijna. Oh. Oh. En ja! Goed, man. Hartstikke goed. Twee keer laten vallen. Hartstikke goed gedaan. Wil Lucilla nog een keertje? Klaar voor de staart. Af. Ja, goed zo. En nou hier overheen. Oeh. Je kan het zo. Blijf naar boven kijken. Blijf naar boven kijken. Ja, heel goed, heel goed. Ja, 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 ja. En ja, ik reken hem goed, Lucilla. Super goed. Heel goed gedaan. Ja, ik heb hem super goed gedaan. Nou, Luxie wil het ook proberen. Nou, Lux. Ga maar eens op je fiets zitten. Eens op je fiets. Je mag ook zonder eitje proberen, hoor, liefie. Wil je zonder? Nee, ze wil het met. Nee, ze wil het gewoon zo. Ja. Eitje zit erop. Moet ik hem even opdoen? Zo, hij zit erop. Ik denk niet dat ze daarin trapt. Hij had de lepel. Goed zo, Luxie. Ja, oh ja. Keurig, ja. Over de glijbaan. Ga maar over de glijbaan. Ga maar over de glijbaan. Ja, goed zo. Ja, eitje zit er nog steeds op. Ja, over die grote glijbaan. Ja, goed zo, liefie. Kom maar. Ja, eitje zit er nog steeds op. Dit gaat goed, Luxie. Je bent gewoon de beste. 1, 2. Over de stoeltjes. Over de stoeltjes. Ja, ja. Goed zo. Slalommen. Slalommen. Ja, ja, goed. Ja, oh, slalommen. Ja, eitje zit er nog steeds op, Lux. Ja, en over de bank heen. Goed zo. Lopen, 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 lopen. Goed zo. En... ja! Goed gedaan, Luxie. Nou, ik hoop dat jullie net even genoten hebben van de droombeelden die ik heb gemaakt. Want wie zijn hier? Hé, hey, Luan, jongen. Hoe is het hier, man? Goed. Ik had je net even mooi gefilmd, hè? Ja. Ik heb gepipnikt en spelletjes gespeeld. Ja. En nu zitten ze hier, bij het strandje. Hé, hey, Lucilla. Wat ben je aan het doen? Zandtaartjes bakken? Nee, ik had het alles aan elkaar. Daar ga ik iets moois van maken. Even kijken, kom maar even vertellen. Hé, hey, Lucilla, wat ben je aan het doen? Ik ga hier een hoop zand maken, daar ga ik iets moois van maken. Oh, lekker zeg. Nou, geniet er bij het strandje aan huis. Hè? Ja. Toppie. Is het water al aangesloten of nog niet? Ja, weet ik niet. Denk het nog niet, vriend. Denk vanaf 1 juni. Doen ze meestal zomers pas, hè? Toen ik net heel erg hard ging pompen, toen deed het bij jou wel eens. Ja, maar 's winters zetten ze die uit en meestal met de zomer zetten ze die weer aan. Dus dat zal dan wel aangesloten worden. Ja. Oh, super joh. Lekker genieten toch? Maar het is toch lente? Ja, maar nog geen zomer. Hè? Oh ja. Nou, mama is even bij Luxy. Die is net in slaap gevallen. Even de vlog aan het wegediten. Kunnen wij hier nog even genieten op het strandje. Hè? Ja. Thailand. Daar zou ik willen zijn. Maar we zijn daar ook. Ja. Op de mama. Ja, ik ben weer beneden. Luxie die is lekker aan het slapen. Mama, zou we op het springkussen kietelen? Ja, morgen. Kietelen. Hé, maar luister eens even. Morgen gaat het waarschijnlijk regenen. Dus het springkussen, het staat nu al een paar dagen. Maar ik denk dat we die... Het staat al 100 weken. Nee, ik denk dat... 1000! Nee? Nou... Niet eens dus een weekje. Staat hij nu 5 dagen, denk ik. Gaan we nu nog even lekker spelen op het springkussen. En dan gaan we straks het springkussen weer opruimen. En dan halen we weer naar buiten als het weer mooi weer wordt. Goed? Gaan we dan kietelen? Op het springkussen? Kietelen? Kom naar buiten. Nee, Lucilla mag het knopje aandoen. Oh, Pip is weer op gaan liggen. Pipje. Ja, je gaat ze vanzelf de lucht in zo meteen. Zet het knopje maar aan, Sil. En dan gaat ze er ergens het springkussen weer. Kunnen we nog even een paar sprongetjes wagen, hè? Hallo! Oh, Pippi. Lucilla is er weer boven. Geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.